الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. خليف دي برودرز اند سيسترز، دي كايكر نا دي توستاند فان دي منسهايت ان ات الجمين ان دي توستاند فان دي جلوفيغن ان ات بيزوندر كان مار اين كونكلوزي تريكن، اين كونكلوزي، ان دي كونكلوزي از دات ات نيت غود غات مت مت دي منسهايت، اوك نيت مت دي أمة. Wij zijn gezonken. En ik wil niet vandaag negatief zijn of een donderpreek geven zoals het zeggen. Maar soms is het belangrijk om onszelf of om de realiteit goed te analyseren. En om in de werkelijkheid te leven. Niet in een illusie, ook niet in een droom. Maar we moeten realistisch blijven. De mensheid, als je kijkt om je heen, de mensheid die door Allah Azza wa Jalla is gecreëerd, de mensheid die hier op aarde is gezet, de mensheid die een verantwoordelijkheid van Allah subhanahu wa ta'ala heeft gekregen, de mensheid die door de gunsten van Allah azza wa jalla wordt overspoeld, van eten tot drinken tot zuurstof die we dagelijks inhaleren zonder dat we daar moeite voor doen. Wij als mensen zijn begunstigd en wij hebben nu het niveau bereikt dat anders gelovigen of niet gelovigen in de meerderheid zijn. Dat verderf overal wordt verspreid. Dat moord overal te vinden is. Dat onrecht in alle facetten van het leven aanwezig is. Dit is de weegschaal waar we zaken mee moeten wegen. En is één hoop. Eén hoop die ons de kracht geeft om voor te zetten. Om vooruit te komen. Om onszelf te redden. En om onszelf verder te ontwikkelen. En dat zijn de mooie voorbeelden die we hier en daar treffen. Dat zijn de mensen die de boodschap hebben begrepen en hun best doen, dag in dag uit, om een goed mens te zijn. Je hoeft de wereld niet te veroveren. Je hoeft de wereld niet te verbeteren. Als jij van binnenuit de motivatie voelt en ervaart om het maximale uit het leven te halen, om een goed mens te zijn, dan draag je op een positieve wijze aan de toestand of aan een betere toestand van de umma. En het is aan ons om te reflecteren. Aan welke kant sta ik? Ben ik daadwerkelijk iemand die iets bijdraagt? Ben ik daadwerkelijk iemand die de zorg voortdurend met zich meebrengt? Ben ik iemand die daadwerkelijk aan het strijden is om zijn persoonlijke situatie te verbeteren en die van de anderen? Hebben we daadwerkelijk de zorg van de da'wa dat mensen de islam dienen te kennen? Dat mensen uitgenodigd moeten worden naar de islam? Dat we dat licht wat we in handen hebben, wat we niet altijd waarderen, beseffen en ervaren, dat we die ook met de rest van de wereld moeten delen? Hebben wij die zorg dat dat ons doel is? Dat dat is datgene wat wij hier in dit leven willen bereiken? Dat zijn reflectieve vragen die een antwoord nodig hebben. Heel vaak wanneer we het hebben over de wereld, over de toestand van de mensheid, over de toestand van de umma, dan hebben sommigen als gewoonte om naar de ander te wijzen. Maar het is de wereldpolitiek. Er zijn machthebbers die de wereld besturen. Maar het zijn de vijanden van de islam die dit en dat ondernemen. Als we het hebben over de umma, als we het hebben over de mensheid, dan moeten we ons één belangrijke zaak realiseren. De umma staat niet los van jou. De mensheid staat ook niet los van jou. Het is niet iets van buitenaf en je bent ergens anders. Jij als mens bent een onderdeel van de mensheid. Jij als mens bent een onderdeel van die umma waarover je spreekt. En de profeet alayhi salatu wassalam beschrijft dat in prachtige woorden. Hij zegt, mijn umma is als één lichaam. Met andere woorden, bestaat uit verschillende onderdelen. Wij zijn allemaal die lichaamsdelen. Wij zijn allemaal delen met een bepaalde functie. Ogen hebben een hele andere functie dan de oren. Oren hebben een hele andere functie dan de tong. De tong heeft een andere functie dan de voeten. Voeten hebben een andere functie dan handen. Dit is wat de profeet sallallahu alaihi wasallam duidelijk maakt in deze hadith. En daarover zegt Allah in de Koran, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Allah azza wa jalla heeft de umma van de profeet een label gegeven. De beste umma. Maar met wat? Is het voldoende om een onderdeel te zijn van de umma? Je bent moslim en klaar? De profeet alayhi salatu wasalam zegt, jullie zijn de beste umma. Met wat? Ta'muruna bil ma'roof.
وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Drie zaken, drie kerntaken, drie voorwaarden. Jullie sporen tot het goede. Jullie verwerpen het slechte. En jullie verkeren altijd in het toestand van het iman, van geloof in Allah subhanahu wa ta'ala. Dus het is niet voldoende om Ahmed of Mohammed genoemd te worden. Het is niet voldoende om te zeggen, ik ben een moslim. Ik leef voor mezelf en ik zie wel waar de tijd mij brengt. Nee. Allah azza wa jalla zegt, wil je tot die elite behoren? Tot die mensen die de positie hebben bereikt van al-khairiyya? Dan moet jij in actie komen. Ta'muruna bil ma'roof. En op het moment dat we het hierover hebben, het goede stimuleren of mensen naar het goede uitnodigen en het slechte verwerpen, dan hebben we heel vaak de neiging om de ander de les te leren. Om de ander te wijzen. Om ander te adviseren en te corrigeren. Als je alleen maar op social media al kijkt. Gisteren of eergisteren zat ik toevallig naar een gesprek van een aantal moslimjongeren te luisteren. Een gesprek. Waar ging dat gesprek over? Alleen over takfir. Die geleerde is een kafir, want hij heeft dit en dit gezegd. Die groep is een mubtadi'a. Ze komen met innovatie. Die zijn fusaq. Die zijn, wat doen ze? En wat doen zij zelf de hele dag op Clubhouse? Gaat de umma vooruit met zo'n mentaliteit? Gaat de umma weer de top bereiken met zo'n gedrag? Ik denk van niet. Op het moment dat we de toestand, geliefde broeders en zusters, van de umma willen veranderen, dan moeten we bij onszelf beginnen. Ta'muruna bil ma'roof. Niet alleen maar jegens anderen, maar in de eerste instantie jegens jezelf. Reflecteer. Denk na. Stel jezelf vragen. Aan welke kant van de geschiedenis sta ik? Aan de rechterkant of aan de linkerkant? Wat heb ik tot de dag van vandaag bijgedragen aan de mensheid? Wat heeft mijn wijk aan mij gehad? Wat heeft mijn stad aan mij gehad? Wat heeft mijn land waarin wij leven aan mij gehad? Wat heeft mijn gezin aan mij gehad? Wat is mijn rol en functie hier op aarde? Leef ik om te eten en te drinken? Of heb ik een hoger doel die ik probeer te realiseren? Ta'muruna bil ma'roof. Eerst naar jezelf toe. Dat is wat de profeet alayhi salatu wassalam heeft gedaan. Hij heeft zichzelf geïsoleerd in het grot van Hira. Alvorens hij de openbaring ontving. Vervolgens ging hij zijn vrouw uitnodigen naar de islam. Zijn beste vriend Abu Bakr. Zijn familieleden, zijn geliefden. En zo ging hij elke keer een stap verder. Totdat de islam de wereld had veroverd. Als je niet bij jezelf begint. Hoe kan jij de ander veranderen? Hoe kan je tegen je zoon zeggen, rook niet terwijl je zelf rookt of drinkt? Hoe kan je tegen je dochter zeggen, als vrouw zijnde, draag een hoofddoek. Terwijl je zelf geen hoofddoek draagt. Hoe verwacht je van de ander om een positieve bijdrage te leveren als je een passieve houding aanneemt? En ik zeg dat niet nogmaals. Ik benadruk dat om mezelf en jullie wanhopig te maken of te demotiveren. Maar soms hebben we reflectie nodig. Zoals Allah ons op verschillende manieren in de Koran aanspoort om dat wel te doen. En daarom wil ik 4-stappenplan met jullie delen in notendop. En het is aan ons allemaal om daarover na te denken. En om het daadwerkelijk in ons leven toe te passen. Dit is de uitdaging. Het is niet moeilijk om een preek voor te bereiden. Het is ook niet moeilijk om een half uur of vandaag iets langer een preek bij te wonen. De uitdaging is, ik heb iets gehoord wat ik in mijn dagelijks leven moet toepassen. Hoe kan ik dat in werking zetten? Hoe kan ik dat in mijn leven organiseren? Het eerste wat we moeten doen is el-mukashafa. Wat is el-mukashafa? Alles blootstellen. Alles op tafel gooien. Er zijn twee personen in jou. Wie je daadwerkelijk bent en wie je zou willen zijn. Of iemand die je graag wilt zijn. En heel vaak gaan we met elkaar om, niet op basis van wie we daadwerkelijk zijn, maar op basis van wie wij willen zijn. Als je alleen maar op zoek gaat naar je wederhelft, nee, je partner, dan stel je een aantal eisen op of voorwaarden. Mijn toekomstige moet aan dit en dat en dit en dat voldoen. Maar als je zelf reflecteert en eerlijk bent, oprecht bent, dan zie je of kom je erachter dat je dat niveau ook nog niet hebt bereikt. Waarom verwacht je dat dan van de ander? Omdat er twee aspecten aan jou gekoppeld zijn of aan jou verbonden zijn. Wie je bent en wie je wilt zijn. Maak dat onderscheid ook voor jezelf. Benader ook de anderen niet op basis van wie je wilt zijn. Maar op basis van wie je daadwerkelijk
bent. Leg alles op tafel. Je zwaktepunten, maar ook je sterke punten. Je krachten, je kwaliteiten, je talenten. Want dat is belangrijk. Dat heeft de umma nodig. Je kunt telkens de ander gaan verbeteren en corrigeren. Maar jij hebt zelf talenten. Allah Azza wa Jalla heeft jou begunstigd met heel veel talenten. Sommige van die talenten heb je wel ontdekt. Sommige andere niet. En de uitdaging is om dat in te zetten op de juiste wijze. Dus al-mukashafa, leg alles op tafel. Dit is wie ik echt ben. Je hoeft het niet met een ander te delen. Deel het met je schepper. Want hij is degene die jou kan leiden. Dit is mijn zwakte. Ik heb zwakte voor geld. Ik heb zwakte voor drugs. Ik heb zwakte voor alcohol. Ik heb zwakte voor vrouwen. Ik heb zwakte voor positie en aanzien. Leg dat op tafel. Dit is de eerste stap om jezelf te confronteren met de realiteit die je vervolgens zou kunnen veranderen. Maar als je telkens achter de persoonlijkheid die er niet... die niet bestaat, als je daar telkens achter schuilt, ja, maar ik doe dit, maar ik doe dat, dan zul je nooit je toestand veranderen. En op die manier kan je nooit de umma of de toestand van de umma verbeteren. Al-mukashafa. Allah Azza wa Jalla zegt in de Koran, balil insanu ala nafsihi basira. Jij bent een bewijs tegen jezelf. Want jij weet, er is niemand op aarde die exact weet wie je bent en hoe je je van binnen voelt, behalve Allah Azza wa Jalla en jij als persoon. Al kom je met 1001 argumenten. Al kom je met 1001 excuses. Jij weet wie je bent. Probeer dat te achterhalen. En tweede, geliefde broeders en zusters, op het moment dat je dat op tafel hebt gelegd en alles bloot hebt gesteld, dan ga je een stap zetten richting succes. Dan ga je jezelf beloven. Maar daarvoor Allah Azza wa Jalla beloven om hier werk van te maken. Allah Azza wa Jalla zegt in de Koran, وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ in de ahde kana mas'oola. Kom je belofte na, vooral als jij belofte met Allah Azza wa Jalla maakt. Wat is tauba? Tauba is in principe niks anders dan een belofte. Het tauba is dat je tegen Allah en tegen jezelf zegt, oh Allah, ik heb een fout gemaakt. Ik heb de verkeerde afslag genomen. Geef me de kans om terug te keren. Dan beloof ik u dat ik deze fout nooit meer zal herhalen. Als je weer in de fout herhaalt, doe exact hetzelfde. Er zijn geen grenzen aan tauba. Je moet het niet 1 keer of 2 keer of 3 keer of 4 keer of 5 keer of 100 keer doen. De poorten van barouw staan altijd open tot jouw ajal, tot jouw tijd is aangebroken. En dat is het gevaar. Je kunt uitstellen, maar niemand weet wanneer het uur komt. Malam tughargir, zegt de profeet sallallahu alaihi wasallam. Op het moment dat de ziel jouw keel bereikt, dan behoor je niet tot de mensen van het leven, maar van dit leven. Maar dan behoor je tot de mensen van al-akhira. Tweede punt, en dat is al-muraqaba. Reflecteer. Sta stil bij je eigen taken. Bij je eigen handelen. Ga dat op papier zetten. Elke vrijdag, elke zaterdag, zoals je overleg hebt op je werk. Ga overleg met jezelf. Vraag jezelf, oké, wat heb ik deze week bereikt? Hoe vaak heb ik mijn ouders blij gemaakt? Hoe vaak heb ik iets aan een arme gegeven? Hoe vaak heb ik een behoeftige geholpen? Wat heb ik vandaag verspreid over mijn geloof? De profeet zegt, Balligu anni walau aya. Wat heb ik verkondigd? Wat heb ik bijgedragen aan mezelf, aan mijn ontwikkeling, en die van mijn kinderen, en die van mijn gemeenschap, en die van mijn stad, van mijn wijk, van mijn land, van de wereld? Wat heb ik gedaan? Dit is geen negatieve vraag. Als je mooie dingen hebt, hou dat vast. Als je mooie dingen doet, hou dat vast en probeer meer te doen. Beperk jezelf niet en heb hoge ambities. Allah Azza wa Jalla zegt in de Koran, inna Allah kana alaykum raqiba. Geloof me, het zijn kansen en kansen die we krijgen. Want Allah is ervan op de hoogte alvorens iets gebeurt. Alvorens je van plan bent om iets te doen, Allah Azza wa Jalla is daarvan op de hoogte. Alvorens het in jouw hoofd opkomt, Allah Azza wa Jalla is daarvan op de hoogte. Maar hij geeft je kansen en kansen. Elke keer dat je ademt, elke keer dat je hart klopt, is een kans van Allah Azza wa Jalla om terug te keren. Inna Allah kana alaykum raqiba. Sterker nog, wa huwa ma'akum aynama kuntum, hij is met jullie. Op het moment dat jij je te zwak voelt, keer terug naar Allah. Doe het op jouw eigen manier. Zeg, oh Allah, ik heb een issue, ik heb een probleem, ik heb een uitdaging, ik heb een zwakte. Oh Allah, help mij om dit te overwinnen. Oh Allah, help mij om vooruit te komen. Oh Allah, help mij om betere mens te worden. Doe dat oprecht en Allah Azza wa Jalla zal jou van leiding voorzien. Al-Mujahada, derde, is besef dat dit geen makkelijke weg is.
Genieten is in het paradijs. Hier betekent hard werken. Ja, ayyuhal insanu innaka kadih. O mens, je bent hard aan het werken. Ila rabbika kadhan famulaqih. Totdat je Allah treft. Dat betekent niet dat je hier niet mag genieten of gelukkig mag zijn. Maar het is een zware pad. Het is een moeilijke reis. We kunnen het overwinnen, vooral wanneer je het leven in verhouding plaatst. In perspectief plaatst met de eeuwigheid. Welke beproeving je hier ook meemaakt, stelt niks voor wanneer je dat vergelijkt of in verhouding brengt met wat jou te wachten staat op de dag des oordeels. En als laatst, geliefde broeders en zusters, is dit leven koppelen aan al-akhira. Altijd de weegschaal op de dag des oordeels voor ogen hebben. Wa nada'u al-mawazin, zegt Allah azza wa jalla in de Koran. Allah subhanahu wa ta'ala zal weegschalen plaatsen. Niet letterlijk, maar waarop jouw daden gewogen zullen worden. Alles. Allah azza wa jalla zegt, in kana mithqala habbatin. Al is het zo klein als een atoom, telt mee. Niet alleen maar slechte dingen, maar ook goede dingen. Onderschat daarom nooit, maar dan ook nooit de goede daden. Al is het maar een glimlach. Al is het maar een schouderklopje om iemand te motiveren. Al is het maar een kleine zonde waarvan je denkt, ja, dat weegt niet zo zwaar, Allah vergeeft me daarvoor. Doe dat niet. Want die stippeltjes, die kleine puntjes, die kunnen wel ervoor zorgen dat er een laag gecreëerd wordt om het hart, zoals de profeet alayhi salatu wassalam heeft gezegd. Sorry dat ik het vandaag iets langer heb gemaakt. Mocht Allah azza wa jalla ons vergeven. Mocht Allah subhanahu wa ta'ala ons van kracht en wijsheid voorzien om vooruit te komen. Mocht Allah azza wa jalla ons de kracht en de wijsheid geven om het maximale uit dit leven te halen. En om dichter bij Allah subhanahu wa ta'ala te komen. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Astaghfiruhu innahu huwa al-ghafurur rahim. Allahumma ij'al jam'ana jam'an mubarakan marhuma. Waj'al tafarruqana tafarruqan saliman muwaffaqan min ash-sharri ma'suma. Wa la taj'al illahumma fina wa la minna wa la ma'ana shaqiyan wa la mahruma. Wa'jirna Allahumma min an-nari bi'afwik wa adkhilna al-jannata bi rahmatik. Ya azizu ya ghaffar. Ikhwa yatlubuna minkum ad-du'a. Allahumma haqqiq lana wa lahum ar-raja. اللهم اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا يترك ألما وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله